Onlangs heb ik een Onkyo TX-NR636 AV netwerkreceiver met Dolby Atmos aangeschaft. Hierbij heeft Onkyo ter introductie van deze receiver gratis hun Dolby Atmos speakerset SKH410 meegeleverd. Dat is deze doos, die heb ik zojuist binnengekregen. Hier zit het speakersysteem in. Hier ga ik zo uitpakken. Deze speakerset is een eenvoudige mogelijkheid om de spectaculaire Dolby Atmos effecten van je Onkyo receiver weer te geven. Inbouw in het plafond is niet nodig. Deze speakers worden op de front floor speakers geplaatst, waardoor het Dolby Atmos effect via het plafond de woonkamer wordt ingekaast. En dat kun je zien, dat moet zo de bedoeling zijn. En dit is jouw 5.1 opstelling, normale 5.1 Dolby Surround opstelling. Twee voor, twee achter, center speaker en de subwoofer. En dan wordt het een 5.1.2 opstelling. De enabled speakers systemen worden op je voorste speakers geplaatst. Die kaatsen het geluid via het plafond naar beneden toe. Zodat je echt een effect krijgt dat geluid ook van boven komt. Dus het surround effect blijft. Alleen er wordt een extra dimensie aan toegevoegd dat het geluid van boven naar beneden komt. Dus dat zul je moeten kunnen horen dan. De speakers kun je op de front speakers plaatsen. Maar ze kunnen ook middels een beugeltje die meegeleverd is aan de muur bevestigd worden. Ik weet niet of dat zo handig is, want dan blijf je ook weer kabels zien. Dus ik ga het in ieder geval proberen. Eerst op de front speakers. We zullen even kijken wat er precies in zit. Nou, ik zie in ieder geval al een handleiding, speakersysteem met wat erin moet zitten. Er moeten in zitten twee speakers, luidsprekerkabels, rubbertjes om onder je speaker te zetten zodat ze niet wegglijden en de beugeltjes om ze op te hangen. Nou, dat moet hier allemaal in zitten. Hier zijn de speakers zelf. Mooi verpakt. Nou, dit zijn de speakers. Hierachter zit een aansluiting voor de luidsprekers, voor het luidsprekerdraad. Daar kan het beugeltje aan bevestigd worden. Ze voelen lekker stevig aan, lekker zwaar. Zien er heel mooi uit, mooi stof, mooi hout. Nou, zo zullen ze dan. Je ziet dat hij iets schuin loopt. Dus als ze zo geplaatst zullen worden op je frontspeaker, dan zal het geluid iets schuin omhoog gekaatst worden. Schuin omhoog gekaatst worden en via het plafond naar beneden. Hier verder nog in zit. Schroefjes. Ja. Twee kabeltjes. Twee simpele beugeltjes. Maar stevig genoeg. Die aan de achterkant bevestigd kunnen worden. Dat je hem aan de muur kunt plaatsen.
Maar zoals ik al zei, als je de testen overal leest, wordt die eigenlijk meestal op je voorste speakers geplaatst. Ja, en dan is het een beetje uittesten of die het goed doet. Ik ga hem vanmiddag zelf uittesten. Ook daarvoor zal ik een videootje uploaden. Ik hoop, als jullie dit filmpje gekeken hebben, dat je eventjes een duimpje wil geven omhoog. Of een reactie. En dan hoop ik dat jullie het volgende filmpje weer bekijken. Er zijn trouwens nog andere filmpjes van mij. Ook in mijn account. Abonneer je anders even. Ook van de Onkyo TX-NS636. De unboxing ervan. En ook het gebruik ervan. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.